Super tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda, vandaag is het maandag en ik ben echt een poos al terug van het werk. Wel, ik had verwacht dat ik later klaar zou zijn, omdat er de vrachtwagen een beetje te laat was. Maar ja, ik ga straks ook even naar de Kruisveld, want daar kan ik treinkaartjes kopen. Daar heb ik het weekend het over gehad. Die ga ik kopen, 3 stuks. En dan, dan heb ik ze. En dan ga ik ook naar de Albert Heijn. Dan ga ik even boodschappen halen bij de Albert Heijn. Omdat ik bij de Albert Heijn natuurlijk avondeten en zo moet halen. En desnoods gewoon voor de middag misschien, voor lunch of zo. Dus doe een duimpje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En het is fucking lekker weer, jongens. Echt niet mal. Ik heb het gordijn dicht zitten, maar de zon die schijnt zo lekker. Serieus. Het is niet echt koud of zo. Het is lekker. Op de scooter. Het is sowieso het algemeen buiten geworden. Ik kan lekker letten beginnen door te zetten. Ik heb een nieuwe matras. Alleen ik heb vannacht had het dus een beetje redelijk goed geslapen. Alleen toch wel dat ik het idee had van dat het toch mijn energie nog niet voldoende was, zeg maar. Dus ik ben niet te gewend ben aan deze matras. En dat het dus het nog mijn vorm moet krijgen. En dat duurt eventjes. Ach ja. Ik ga dus ook even een andere broek aantrekken. Want ik moet zo meteen ook even naar de winkel toe. Of naar de Kruidvat om even die treinkaartjes te kopen. Dat dus. Maar ja, ik wil jullie vandaag gewoon meenemen in mijn dag. Ik ga proberen te vloggen in de stad. Desnoods gewoon bij de Albert Heijn misschien te vloggen. Ik heb geen idee. Ik zie het allemaal wel. En dan zie ik jullie straks wel weer. Nou, vanavond weer in die koken. Ik weet niet of jullie vorige week op mijn jaar gekregen. Maar vorige week was er dus de pit, of de plaat, inductie van ons kapot. Nu vind ik nog steeds. Kortsluiting is er een stopcontact. Stop in de meterkast. Nou, laat ik eens even kijken. Tot wanneer. Ook hoef me geen zorgen te maken. Die dingen die ik hier heb liggen, die zijn nog hartstikke lang goed. Dan ga ik even kijken hoe die zalm. Dus ik kan deze zalm wel gebruiken, maar dan snij ik in stukjes. En dan doe ik hem door sla heen of zo. Met zo'n lijn erbij. Ja, anders moet ik bij de buren gaan koken. En daar heb ik niet zo'n zin in. Dus vanavond dan doen we het maar even anders. Want anders eet ik morgen. Ik ga morgen het gewoon even een beetje improviseren van hoe of wat. Want ik kan dus ook die quinoa erbij gooien. Ja, dat gaat niet. Oh. Even kijken. Ja, ik had dus boodschappen gedaan, ik heb het niet gefilmd. Treinkaartjes heb ik ook gekocht. En dan zit quinoa een andere keertje of zo. Kan ook. Ach ja. Het is niet anders. Het is maar even improviseren nu. Ik ga zo ook even mijn lens uit doen. Vanavond gesprek. Even met iemand. Ik ga zo meteen echt even. Voelde ik me al niet helemaal lekker. Voordat ik aan het afvallen was, zeg maar. Of eraan begon, voelde ik me al zelf niet lekker. Dus het ligt niet aan het dieet één keer of aan het afvallen in één keer. Vanavond wil ik waarschijnlijk wel gaan sporten, want die mat heb ik mee. Die heb ik in mijn rugzak nog zitten. Dus die ga ik vanavond uitrollen, uitvouwen en lekker sporten even. En dan als ik gesport heb, ga ik douchen. Ik ga in ieder geval zo meteen mijn lens uitdoen en dan check ik jullie later. Ik heb vandaag niet zo dennig geslapen in de journaal. Ik fuck up old. Serieus. Kijk eens, we moeten zien hoe bewolkt het is in één keer. Je mag op de camera lijkt het erger dan dat het eigenlijk is, maar oké.
Zoals jullie weten gaan Boy en ik dus 1 april naar een verlaten locatie. Nu wil ik voor een drone gaan kijken. Ik heb er eens op het oog. Ik wil niet een... Die Mavic Pro wil ik niet. Die is te duur. Die kan ik dan net nog niet betalen. Ik wil dus een beetje goedkoper uit zijn. Ik heb er eentje voor rond de 80 euro in die gezien. Normaal. Maar oké. Okay. Vlog staat op mijn kanaal die ik al iets eerder heb geüpload. 4:15 of zoiets. Weet je, te vroeg tot laat, hè? Dus dat. Dus ik ga zo ook straks lekker eten. Ja, tegen 6 uur pas, maar oké. Okay. Zo'n uurtje. Ga ik lekker eten. En dan zie ik je later weer. Hey, check dit, jongen. Ik ben regenboog op beeld. Daar serieus. Geldpot, daar. Bij studentenflat. dus ja, daar is een regenboog. Dan ben ik iets 7:15. Ik heb het niet avond gegeten. Ik had een beetje lekker zien met mijn begeleidster. Ik ga zo even van mijn sportmat uit de tas halen. Dan ga ik sporten. Trek deze trui uit. Jongensbroek heb ik anders. Daar kan ik in principe al in sporten. Dus dat ga ik dan ook doen. Dan ga ik jullie meenemen, want ik heb een statief, hè, heb ik niet bij. Dat heb ik hier liggen, dus dat scheelt. Vorige week had ik dat niet, toen kon ik het ook niet doen. Hè? En dan had ik ook een sportmat. Eruit ziet. Waarschijnlijk is er rood aangelopen. Maar volgens mij kan je ook het zweet op mijn voorhoofd zien zitten. Ik heb wel een vet pens, maar oké. Okay. Dat iedereen wel. Een beetje.
Ja, bij mij moet het echt af, dus. Wat ik het zelf niet mooi vind. Ik wil liever een beetje een normaal lichaam hebben, niet zo vet. Pants. Gewoon een zacht bikini aan kunnen doen of zo. Die shit, dus weet je. Ja, deze oefening kan ik wel. Niet genoeg ruimte voor de sport of niet? Ja, de vier zit. Oh. Oh, mijn kop. Die ga ik dus ook krijgen als ik naar de sportschool ga. Ja. No big problem. Ik ga zo lekker gewoon lekker het zweet eraf spoelen, lekker douchen. En dan mijn sport wel weer gehad voor vandaag. Zal ik het morgen, ik moet morgen het ook nog een keer doen. De hele week moet ik het eigenlijk proberen te doen. Maar ik denk het niet, morgen wordt het hem niet. Morgen moet ik naar een open dag, dus dan wordt het hem niet. Woensdag wordt het hem wel, donderdag ook. Vrijdag dan ben ik bij mijn ouders. Dus dat wordt het niet. Dus ik kan alleen maar 4 dagen in de week sporten. Dus weet je. Ik zei het me echt. Rot. Ik mag wel eens weten. En ik heb een hemdank in aangaan. En ik heb een buikje. Maar het is minder dan voorgaande weken. Ik merk dus wel verschil. Ja, je merkt niet gelijk dat ik het helemaal kwijt ben, maar je merkt wel een klein beetje zelf aan mij. Hoe ik me ook voel en zo. Oeh. Echt zo even lekker douchen. Niet normaal, ik zit me echt rot. Serieus. Maar ja, dat krijg je als je gaat sporten. Dus ik ga het misschien zien straks. Het is 9:30 geweest. Ik ga zo lekker naar bed. Want morgen is het voor mij weer een drukke dag. Is werken van 7 tot 11. En dan de avond het RSC. De open dag daartoe. Of ik nam met mijn begeleiding mee. Dat is een tweede. Want ik kan ook zo denken dat ik met mijn eigen vervoer die kant op ga. Zodra we klaar zijn, dat ik dan gelijk weer rechtsomkeer kan. Ja, dat is maar de vraag. Of ik zie het morgen allemaal wel. Ja. Ik ben heel moe dat ik het gesport heb vanavond. En dat is mijn uitgeput heeft natuurlijk. Er waren wel een paar oefeningen die voor mij eigenlijk onmogelijk waren om te doen, zeg maar. Ja, weet je. Daarom ga ik toch zeg maar een beetje in de sportschool. Er zijn tenminste dingen wat ik dan wel kan doen daar. Dus desondanks doe ik dat dan begeleiding of zo van de coaching. De coach of zo. Ik zie dat allemaal wel. Maar ja, ik wil zo. Op Facebook dat er een paar fietsen in Renken waren gestolen. Uit een tuin bij iemand. En daar heb ik dus mijn ouders over gehad. Of mijn moeder geappt dat er beter is. Als ik muuranker ga aanschaffen voor mijn scooter. Waarom? Als er dat die scooter vastgezet worden. En ik denk dat ik desnoods ook eentje voor hier koop. En dat die hier gewoon bevestig. En dat die dat me tegen dat loshalen ze gaan verhuizen. Dat die er meeneemt. Dat ik hem daar dan weer vastzet. Weet je, want ik heb vanavond al gekeken voor huisjes. Ik had een studiootje gezien in Ede. Die studiootje is precies, volgens mij net wat ik ga krijgen, wat ik ook in 2019 wel allemaal ga krijgen. Dus ben daar benieuwd. Dus ik heb het gezien, maar ja. Ik wil er helaas niet op reageren, want ik heb geen meubels, niks. Dus weet je, dat, tenminste niet voldoende meubels. Dus
Nee, dat wordt hem dan niet. Kijk, het is misschien wel leuk als ik zoiets zou krijgen. Kijk, wat ik wil is niet gelijk een gezinswoning, niet gelijk een rijtjeshuis. Nee, wat wil? Ik wil een appartement hebben. Een studiootje of zo. Dat is voor mij groot genoeg. Donderdag. Vlees en zo hoef ik er niet te halen, want dat heb ik. Morgen maak ik gewoon makkelijke salade. Die platen die je niet doet, kan ik beter bij mijn ouders eten dan dat ik even hier in Wageningen eet. Waarom? Dan ga ik alleen maar 4 dagen brood eten. Ja, je, dat is niks. Of 3 dagen brood. Maar ja, dat is niks. Hè? Omdat ik op dieet ben, wil ik dat niet 3 dagen achtereen doen. Dan gaat mijn grootmoed ook uit mijn neus komen. Word ik het zat. Ik in ieder geval dat ik naar bed. Ik heb leuk voor het kijken. Dus voor, doe een duimpje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. Zie ik je morgen bij een nieuwe vlog weer.